ben Sophie Noens en ik ben juweelontwerper. Dus dat wil zeggen dat ik sieraden ontwerp en zelf maak in mijn eigen atelier. Nou, ik ben oorspronkelijk grafisch ontwerper. En samen met mijn man heb ik een grafisch ontwerpbureau. En maar daarnaast zocht ik ook nog iets leuks als hobby te doen, zou ik maar zeggen. Dus dan heb ik 15 jaar geleden een juweelontwerp avondcursus gevolgd. Zodoende ben ik in de juweelontwerp terechtgekomen. In het grafische werk wat we zeg maar door de week doen, daar zit je altijd zo vast aan de opdracht van de klant. Hè. Dus dan moet je voldoen aan een vraag. Terwijl dat ik in mijn sieraden werk, doe ik eigenlijk wat of ik wil. Dus dan heb ik eerst zo'n idee van, goh, wat ga ik maken? En dan dikwijls inspireer ik me dan wat. En dan ga ik gewoon tekenen. Dus ik heb hier mijn schetsenboek. En dat is dikwijls heel abstract, is maar een lijntje. En dan schrijf ik er nog wat bij. En dan gaan we het maken. Het leuke van het maken van sieraden vind ik juist dat je iets onder je handen ziet vorm krijgen. Ik ben van oorsprong sowieso Zeeuwse. En wij wonen hier vlak aan de zeedijk, aan de Westerschelde. Inderdaad, die schelpvormen zoals scheermessen of andere schelpjes, die zie je er toch wel in terug. Hoewel ik niet probeer om een schelpje na te maken, maar het gaat me veel meer om het gevoel. En daarnaast vind ik juist de elementen. Ja, dus het water dat heen en weer klotst en alles gaat opschuren en verfijnen. En ook het contrast tussen dat zwarte basalt en die zwarte zeewier, zeg maar, de klakkers. Het licht van het water en het licht van de lucht. En dat contrast, dat breng ik er graag in. Dus in mijn werk zie je vaak ja, heel zwart of wit tegen elkaar. Ik heb wat verschillende richtingen heb ik nu voor mezelf uitgezet. Dus aan de ene kant zie je wat schelpvormen terug. Maar aan de andere kant doe ik ook veel met texturen en structuren. En ik experimenteer ook graag, dus dan zie ik wel wat er uitkomt.